Zeer goed, mag niet klaar. Waar ben je mee bezig? Ik werk in Gent als trainer bij de onder 18 en ook een beetje bij de onder 21. Hebben ze daar talent zitten dat gaat doorstoten? Er zit zeker talent aan te komen. Natuurlijk, de stap naar de eerste ploeg is een stap die ze natuurlijk zelf moeten verwerken. En dat is niet altijd dat is de moeilijkste stap, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar er is zeker talent aanwezig. De vrouwen, die ook hier zijn, niet van Gent, maar doen het ook goed. Ja, de ladies hebben een sterk team. Ik denk de top in België. Absoluut, want ze staan maandag in de bekerfinale, net zoals, zoals de mannen. Ze staan in de bekerfinale tegen Standaard. Ik denk een van de drie grote ploegen in België. Dus zeker een spannende wedstrijd worden. Net als de eerste ploeg, 1 mei tegen Mechelen, zal er ook moeten op zijn 1 mei. Wat vind je van de organisatie, de Golden Palace Bal, provinciaal voetbal, dat in de kijker wordt gezet? Ik vind dat een fantastisch initiatief, hè, dat jongens in provinciaal voetbal ook eens in de kijker worden gezet. Ik denk dat dat alleen maar kan toegejuicht worden. Dit kan groeien, denk ik dan? Het gaat zeker nog groeien. Ik denk dat daar nog een enorme progressiemarge op zit. Ik denk dat in de toekomst ook nog meerdere provincies zal betrokken worden. Dus ik denk dat dat een project is dat zeker in de lift zit.